Ja, we hebben er weer heel veel zin in. Natuurlijk gelijkspel gehad tegen Excelsior, dat was een beetje teleurstellend. Maar ja, het is weer een mooie uitdaging. Het is natuurlijk een topclub in Nederland en ja, ze hebben veel kwaliteiten. Dus we hebben er weer veel zin in. Het is niet zo lang geleden dat jullie in Eindhoven hebben gespeeld. Dat is de laatste wedstrijd van vorig seizoen. PSV is niet veel veranderd. Kun je uit die wedstrijd nog veel meenemen? Nou, ik denk dat het wel een hele, op dit moment heel anders is. PSV was toen ook bezig met Europees voetbal veilig stellen. Ja, wij waren vooral bezig om de play-offs te ontlopen. Dus daar speelden we toen beide een beetje op in. En ik denk dat dit een hele andere wedstrijd is. Het wordt meer openen, denk ik. En ze hebben een andere spits erbij natuurlijk, Luc de Jong. Het is een goede spits. Maar ik denk dat PSV sowieso veel kwaliteit heeft. Dus het wordt een interessante wedstrijd. Wat kun je meenemen uit de wedstrijd tegen Excelsior? Nou, ik denk dat we beter voetbal hebben laten zien dan de laatste wedstrijden in het afgelopen seizoen. We hebben wel kans gecreëerd, maar ja, het gaat er wel om dat je ze erin schiet. Ik denk dat vooral de tweede helft op een gegeven moment het manco was. Je hebt wel een paar kansen gecreëerd, maar die moet je dan ook maken om jezelf te belonen. Ja, en er zijn er wel verschillende fases in de wedstrijd dat we moeten leren wat we moeten doen. Of druk zetten of even achteruit om de ruimtes klein te maken voor de tegenstander. En, ja, dat zijn wel dingetjes die je meeneemt. Als je kijkt naar de wedstrijd van afgelopen zaterdag. Aanvallender spel van NAC ten opzichte van vorig seizoen. Dat betekent ook iets meer ruimte in de rug van de verdediging. Hoe is dat voor jou? Ja, dat is ook even wennen. Moet je goed staan als verdediger. Vooral niet de snelste verdediger zoals ik. Dan moet je inzicht gebruiken om te kijken waar die bal gaat vallen. Dat is wel weer een nieuwe uitdaging voor mij ook. En dat maakt het ook wat leuker om verder van de goal af te spelen. Dus. Wat zullen zaterdag de mogelijkheden, waar liggen de mogelijkheden voor NAC? Is dat vooral via in de omschakeling, de snelheid en via de zijkanten? Ja, inderdaad, dat denk ik ook. De backs die de laatste tijd bij PSV hebben gespeeld, vind ik niet de allersterkste. Ik denk dat daar wel kansen liggen. Als je daar door kan breken en een goede voorzet af kan leveren, dan liggen er wel kansen, denk ik. Want ik denk dat dat ook de minste linie is bij PSV op dit moment achterin. Ik vind ze op middenveld dat voorin veel kwaliteit hebben. Dus daar zullen we de kansen wel moeten gaan pakken.